Ik heb vanochtend samengespeeld met leerlingen van het Junior Jazz College. Ook met de Stedelijke Academie hier op het conservatorium. En dat zijn dan de klassieke muzikanten. Ik weet niet precies wat zij doen, maar ik heb altijd wel bewondering voor andere muzikanten. Maakt ook niet uit wat voor muziekstijl ze doen of zo. Best wel uniek. Op een muziekschool is alles los van elkaar individueel. En hier, je kan met elkaar samenspelen, je kan elkaar dingen leren. En samen geeft het dan een gaaf geheel. Misschien kun je een kusje en nootje maken naar in. Mm-hmm. We hebben zeg maar gerepeteerd eerst. Geoefend in kleine groepjes. En daarna deden we het, zeg maar, het hele orkest. Gingen samenspelen. We begonnen met de lead vocal en daarna zijn we het koor gaan doen. Wel op afstand natuurlijk, maar dat ging beter dan ik had verwacht. Als een noot niet goed getimed is, dan gaat het niet. Dan heel veel mensen gaan zich focussen op die noot. Maar je moet je focussen op het moment vlak voor die noot. Ik vond het leuk wat we geleerd hebben bij de sectierepetities. Daar legde die meneer iets uit over ritmes tussen noten denken, waardoor je de noot op de goede plek speelt. En dat had ik nog nooit gehoord. Dus als jij, bam, boem, 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 als je dat lekker wilt timen, dan die noten zijn niet zo belangrijk. Het is veel belangrijker wat je met die rusten doet. Want die rust bepaalt waar die noot komt. Klassieke muzici spelen meestal gewoon letterlijk wat er op het blad staat. En ik denk dat jazzmuzici veel meer improviseren. Hey, je bent heel vrij. Je kan alles doen wat je zelf wilt en wat je zelf voelt op dat moment om te spelen. En ook al speel je foute noten en niks is eigenlijk fout gewoon. Dat is gewoon fijn. Zelf kan ik nog niet zo heel goed van blad lezen. Maar hoe meer ik oefen door dit soort projecten en zo, dan gaat het ook steeds makkelijker. Het is alsof je 30 kinderen in een boot zet en ze komen allemaal van een verschillende achtergrond. Verschillende instrumenten, verschillende genres, verschillende leeftijden. Ik denk dat de jongste zit op de lagere school nog, de oudste. Die doet waarschijnlijk dit jaar eindexamen. En met elkaar zit je in een boot en je moet veilig naar de overkant komen. En een leuke overtocht hebben met elkaar. En dat was echt fantastisch om te zien hoe dat gebeurde. Het is zo belangrijk dat we ze bij elkaar zetten en dat ze elkaar leren kennen. We hebben die twee hele mooie jong talentenopleidingen in dit gebouw. En dat ze ook samen iets gaan doen, ongeacht waar ze vandaan komen, uit wat voor nest ze komen. Als je samenwerkt, dan kom je sowieso altijd uit op, in principe vind ik, een beter geheel. Ik vond het best wel leuk om eigenlijk een soort van twee stijlen bij elkaar te hebben. Ik zou het leuk vinden als we samen met hun les zouden hebben. Dat we dan ze beter leren kennen, maar ook gewoon hun soort muziek leren kennen. Want zoveel weet ik niet over klassieke muziek. Ik heb ook wel vrienden gemaakt met jazzstudenten. Ja, iedereen is gewoon over muziek aan het praten en iedereen vindt muziek even leuk. Dus dat is het grappige.